Door de Kulturkampf van von Bismarck werd in eind vorige eeuw veel kloosterorders uit het koninkrijk Pruisen verdreven. Zo ook de Franciscanen. Eind 1904 ontdekten zij nabij de Duitse grens een woest heidelandschap op een steenworp afstand van de stationnetjes Dahlheim en Vlodrop. Een ideale locatie voor een klooster- en jongensinternaat, omdat in die dagen de spoorlijn Antwerpen-Roermond-München-Gladbach nog voor personenverkeer werd gebruikt. In 1905 kochten de paters 37 hectare grond. In de loop der jaren groeide hun grondbezit tot ruim 160 hectare. Tussen 1905 en 1909 werd het complex gebouwd. Het werd een van de grootste kloostercomplexen in Limburg. Volgens het basisplan zou de kerk in het midden staan en op die manier klooster en internaat van elkaar scheiden. Die centrale ligging moest er ook voor zorgen dat de leefgemeenschappen van het klooster en het internaat rond het altaar verenigd konden zijn. Op 4 oktober 1909 namen de paters Sint Ludwig in gebruik. Sint Ludwig kon zichzelf bedruipen. Zo had het onder andere een eigen drinkwatervoorziening, een eigen aggregaat, een uitgebreide veestapel en landerijen voor het verbouwen van voedsel en een eigen bakkerij en slagerij. Kortom, een compleet dorp. In 1935 liep het aantal leerlingen onder invloed van het opkomende naziregime terug. De school sloot de deuren op 1 juni 1940. In maart 1941 namen de nazi's het college in beslag en gebruikten het als levensmiddelenmagazijn van de luchtmacht. In 1945 werd er een noodziekenhuis ingericht. Ook vonden er veel evacuees onderdak. Pas in 1950 ging de school weer open. In 1969 werd de school ook voor leerlingen toegankelijk die niet specifiek pater wilden worden. Toen de Franciscanen, door gebrek aan roepingen, in 1978 Sint Ludwig verlieten, hadden er ruim 3000 jongens in de schoolbanken gezeten. Het Rijk heeft Sint Ludwig toen gekocht om er een opleidingscentrum voor de mobiele eenheden van de gemeentepolitie te huisvesten. Maar dat zou er niet lang blijven. En Sint Ludwig kwam 5,5 jaar leeg te staan. In 1984 verkocht de Staat der Nederlanden het gebouw voor 1,8 miljoen gulden aan de heer Uyen, voorzitter van de Transcendente Meditatie Nederland. Sindsdien is Sint Ludwig de Europese hoofdzetel van de TM-organisatie. In 1990 nam Maharishi Mahesh Yogi er in hoogste eigen persoon zijn intrek. Voor de bouw van het complex zijn 9 miljoen stenen nodig geweest. Het heeft wel geteld 1200 ramen en 600 deuren. Het dak heeft een oppervlakte van 17.500 vierkante meter.